wat een gezellige sfeer hier in Limburg, zeg. Hebben jullie een beetje genoten van de film? Ja! Ja! Wacht, ik ga het nog eens vragen. Hebben jullie een beetje genoten van de film? Ja! Ja! Oké, dan mag u nu uw appreciatie tonen aan deze fantastische cast. En dat is Antuts, Marijn de Valk, Machtel Timmermans. U mag applaudisseren, hoor. Antuts, Loes van den Heuvel, Johnny Bonders, Niels de Stadsbaden, Tuurbeleer, Danny Heijlen, onze regisseur, Jan de Heijer. Dan hebben we Ben Rottiers en Herman Verbrugge. Ik ga bij jou beginnen. Herman, ik kan aflezen van jouw gezicht dat jij enorm genoten hebt van de opnames. Natuurlijk, het is prachtig, hè, als je weet dat zelf ook. Vooral in Thailand. Ja, in Thailand is dat echt een prachtig land met goed eten, maar niks van gezien. Wat ik wou zeggen is van voor de kampioenen was het inderdaad wel prettig. We waren dan buiten gegooid bij de VRT en dan hebben we toch nog twee films kunnen maken. Allee, ik vind ook voor u is dat ook tof dat je zo ook buiten gespeeld. Ja, nu ik niet meer omroep, ben ik al heel blij dat ik deze schnabbel mag doen, Herman. En ik vind in de media we moeten meer en elkaar. Help en steunen, nee, zaadje, voilà. Anders is er plaats bij VTM, anders. Ja, voilà. Moeten we daar eens... Nee, ja, de pakken zie iedereen al. Ja, Ben, voilà. Nee, ja. Vertel verder. Ja, u hebt waarschijnlijk, hebt u geweldig genoten van... De enige echte Jacques Vermeijden is in de house. Hebt u zijn Hollywoodiaanse pas erkend? Wat? Zeg het eens. Ik wou even nog even zeggen dat u was waarschijnlijk gekomen voor het, om het naar het nummer te luisteren op het einde van de film. Maar daarvoor zat nog dat kampioenenfilmpje. En we hebben de scenarist hier bij ons. Voilà. Voilà, Hans Zwartenbroeks. Kom er even bij. Ja, dat is een heel rare liedje. Ja, het is de laatste zaal, dus ik kom niet meer uit mijn woord. Oké, maar ik wil de ander toch sowieso bijhalen. Want Anne, ja, ik moet jou complimenteren. Je hebt heel mooi werk geleverd. Uiteraard niet alleen maar met andere scenaristen. Want voor zo'n grote cast is dat niet evident om voor iedereen een verhaallijn te schrijven. En daar ben je toch wel heel goed in geslaagd. Hè? Ik denk dat wel, hè. Wat vinden ze hier in Genk? Hè? Is dat... ja. Ik ben blij dat ik hier sta als Genkse, maar dat weten jullie wel. Hè? Hier geboren en getogen ben. Nee, we zijn echt heel blij. De cast heel content. Het is natuurlijk jammer dat we onze favoriete regisseur niet gekregen hebben. We wilden Erik van Ooy en we hebben Jan Verheij gekregen. Nee hoor, ik weet dat Jan de eerste keuze was. Jan, ik ga jou ook complimenteren, want je hebt een fantastisch mooie print gemaakt, dat moet ik wel zeggen. En hoe moeilijk was het om met deze cast te werken? Wel, makkelijker dan je zo op het eerste zicht en op basis van wat we hier de laatste 5 minuten hebben gehoord zou denken. Ja, toch wel. Nee, het zijn echt... Het viel mee. Ja, het zijn echt waar. Het zijn warme mensen. Ja, echt. En zeker in die tent waar het 50 graden was, waren ze nog warmer. Ik zal u zelfs meer zeggen. Deze mevrouw hier, Carmen Waterslagers, op weergaloze wijze getrokken is van de heuvel, die heeft daar dus 2 uur... op die bal in de nok van die tent gehangen bij 70 graden. 2 uur bij 70 graden. Loes, hoe heb jij dat in godsnaam overleefd, zoiets? Volledig opgegaan en gesmolten. In die bal. Op die bal. Zien. Op die bal, ja, dat is waar. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, jullie optreden van de championettes, wat een comeback was dat, zeg. Comeback. En daar heeft ook onze scenarist, Hans Zwartenbroeks, voor gezorgd. Ja, Annette... was heel creatief, moet ik zeggen, een jaar geleden. Ik kom nog even bij die andere comeback om af te sluiten. Ja, heeft hier al heel de tijd de show gestolen. Nee, Ben, ik heb het niet over jou. Ik heb het over Jacques Vermeijden. Ja, Jacques. Hello. How are you? Very fine, thank you. I am working for the moment you say. I work for my wife's girlfriend. Oké, hij wilde dus zeggen dat hij even... geen werk heeft, ik vertaal. Hij wil graag terug werken. Dan moeten we even kijken naar Jan. Maar goed, hoe heb jij de opnames ervaren? Want jij bent nog altijd keer gegaan, man, als DDT in die film.
Ongelooflijk. Nee, Jan heeft me de kans gegeven om het varken uit te hangen. Ik had dat altijd graag gewild. Maar wat krijgt een deen? Die gaat er al bij liggen, zeg. Ja. Niet dat shot, dat is niet mooi. Dat is vanuit de kikker. Oké, als het zo is, is het wel in orde. Ja, ik ben geweldig populair bij in deze wereld. Nee, ik vond het tof. Nee, het vuur hebben de mensen willen gaan liggen. Het was zo'n beetje gelijk vroeger. Het stoort toch niet dat ik praat hier? Nee, dat is weer een deen. Ja, het is weer een DDT-verhaal, gelijk in het begin. Ik tegen de rest. Ja, dat is echt wel... Ja, dat was wel echt zo. Zeg, misschien toch voor een laatste keer, omdat het zo'n fijn publiek is. Jawel, we gaan... Ik vind dat we het moeten doen, omdat het zo'n fijn publiek is. Wel een laatste keer. Jacques, kom aan. Ik geef overhandig jou de micro. Nee, want dat is betalen dat ik dat moet doen. Nee, ik ga nu op algemene aanvraag 3 van mijn bekende kreten roepen. Wat gaat jou? Het is niet waar, hè? Mijn infrastructuur! Check! Dat is mijn kerk en levering. Dankjewel, geef deze een fantastische kaas. Nog een applausje, dankjewel voor jullie komst. En veilig terug naar huis. Oh, wacht eens even, wacht. Gelukkig! Jullie krijgen nog een cadeautje. Ja! Ja, voilà, dat komt er zo meteen aan. En jullie mogen nog even applaudisseren om het gezellig te maken, ja. Een flesje wijn voor deze fantastische mensen. Voilà. Als je de film goed vond, zeg het dan door. En als je hem niet goed vond, dan... Ja, dan zeg je maar beter niks. Naar het schijn komt er een vervolg op, maar verder zeg ik niks. Maar wie weet zien we jullie heel graag bij de volgende film terug. Dankjewel voor jullie komst.